Woensdag avond werden in Wessum een bijzondere avondwandeling georganiseerd. De dorpsraad van Wessum organiseert hem samen met het ouderencentrum Sint-Jozef. Inwoners van Wessum maken dan een korte wandeling samen met de inwoners van het zorgcentrum. Tijdens de wandeling werd er twee keer even een onderbreking gehaaien. Door het warme weer van deze week is het extra water natuurlijk niet verkeerd. Na een aantal oefeningen kost het weer verder naar de tweede stopplaats, hoe fruit werden uitgedeeld. Jeugdharmonie Eendracht maakt mag uit Wessum zorgde voor de muzikale omlijsting. De dorpsraad in Wessum vindt het belangrijk dat ook de inwoners van het ouderencentrum bij de wandeling betrokken werden. Samen wandelen met de inwoners van Wessum zorgt ervoor dat ouderen minder in het isolement komen te zitten. Het was dit jaar de derde keer dat de avondwandelingen in Wessum werden georganiseerd.